Op het bezit van illegaal vuurwerk. Maar ook dat zou de politie moeten tippen wanneer ze weten dat bijvoorbeeld vriendjes dit afsteken. Volgens de nationale politie zijn ouders veel te naïef. Wij zien dus dat er heel veel jongeren op straat lopen met dit soort vuurwerk, waarbij de ouders toch gedacht hebben van nou, hè, we hebben vroeger ook wel een strijkertje afgestoken. Ja, dit gaat niet meer om een strijkertje. Deze cobra's, want dat zijn toch de meest populaire artikelen, die zijn echt vergelijkbaar met een granaat. De nationale politie vindt dat ouders een belangrijkere rol moeten innemen in het terugdringen van illegaal vuurwerk bij hun kinderen. Vuurwerk dat steeds zwaarder is en tegenwoordig makkelijk te bestellen is via internet. Ja, wij maken ons erg ongerust over vooral de jongeren die dus met heel gevaarlijk vuurwerk op zak lopen en op straat lopen. Ja, en wij kunnen als politie dat niet allemaal in de gaten houden. We kunnen niet achter de voordeur kijken, zeg maar. En het zijn toch vooral de jongeren die dat vuurwerk bestellen. Nou, en dan is een oproep aan de ouders van kijk nou eens wat ze bestellen. Kijk, je kunt consumentenvuurwerk, legaal vuurwerk ook gewoon online bestellen. Maar als je nooit kijkt van wat er besteld wordt, ja, dan kan het dus zijn dat er dus in plaats van legaal vuurwerk toch iets anders binnenkomt. Dit is allemaal 2 inch, 12 inch. Jongeren weten steeds makkelijker aan illegaal vuurwerk te komen. En dan gaat het zoals gezegd al lang niet meer om de rotjes van vroeger. Dan hebben wij nog 2 keer de Thunderking. Nou, hier zie je bijvoorbeeld zo'n cobra. Daar zie je een plastic dopje op zitten. Nou, je ziet het nu al eigenlijk. Gaat het lontje valt eruit. Dat betekent dus ook dat tegelijk het flitspoeder wat hier normaal gesproken in zit. Ik heb deze leeg laten maken. Maar dat lontje zit dus ook bij die echte cobra's heel vaak los. Het is geen kwaliteit. Of die dop. Hè? Hier zie je dat die dop er heel ver in zit. Hier zie je dat die dop er alweer half af zit. Dat betekent dus als die dop eraf gaat, dat flitspoeder eruit kan rollen. En dat kan al met statische elektriciteit, kan dat flitspoeder al tot ontbranding komen. En dan is het ook nog eens een keer massa-explosief. Dus dan gaat niet één zo'n artikel, maar dan gaat alles wat hier op de tafel ligt, dat knalt dus gelijk uit elkaar. Jaarlijks wordt er voor meer dan 60 miljoen euro aan vuurwerk uitgegeven. Voor een groot deel aan siervuurwerk. Dat is het legale deel. Hoe groot het illegale deel is, is onbekend. Alleen al dit jaar is er voor meer dan 20.000 kilo in beslag genomen. Illegaal vuurwerk dat dus voor een groot deel bedoeld is voor tieners. De politie roept ouders nu op dit te melden. Desnoods mag het ook anoniem gemeld worden. En ik kan me best voorstellen dat je zegt, nou, ik ga niet meteen de politie bellen, want dan heeft mijn zoon een strafblad. Want dat is dus met dat illegale vuurwerk heb je dus ook meteen een strafblad. Ik kan me voorstellen dat ouders zeggen, nou, we gaan het eerst eens anoniem melden, zodat het veiliger kan worden. Hoogleraar Miesje de Winter vindt niet dat ouders naar de politie moeten stappen, maar wel dat ze veel beter moeten opletten. Wij denken dat dat ouderwets is om je kinderen een oogje in het zeil te houden. En als er dan iets gebeurt, ja, dan gaan we wijzen naar de overheid of naar de vuurwerkfabrikant. Maar het is eigenlijk de eerste verantwoordelijkheid van de ouders. Niemand anders is uiteindelijk verantwoordelijk. Hè? Ik bedoel, als jouw kind met 1 oog de rest van zijn leven door moet, ja, dan moet je toch naar jezelf kijken. Dus ik vind ook dat ouders daar beter over na moeten denken. En bij opvoeden hoort nou eenmaal per definitie Dat je niet alleen maar de populaire vriend van je kinderen kunt zijn, maar dat je af en toe moet ingrijpen. 2 pakjes van. Les 1 is van nou, kijk als de vuurwerk thuis gebracht wordt, een postpakket, kijk nou eens wat er gebracht wordt. Zit daar inderdaad wel die nieuwe spijkerbroek in of die paar schoenen? Als je merkt dat je kinderen vanaf de herfstvakantie minder geld uitgeven, zijn ze misschien wel aan het sparen voor dit soort vuurwerk aan te schaffen. Want het kost natuurlijk ook nogal wat. Dus dat zijn allemaal indicaties dat je eens kan kijken van nou, wat is er aan de hand? Je kan ook gewoon vragen of we alsjeblieft weg. Je mag nog niet knallen. Een partij die de strijd aangaat met.